Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal. Het dragen van een mond- en neusbedekking leek zo zoetjes aan een gewoonte te gaan worden. Mensen klagen over het dragen ervan. Menigen vinden dat door het dragen van de mond- en neusbedekking er irritatie en huiduitslag optreedt. In deze editie praten wij met dermatoloog Dr. Randus Heidanus, die ons alle informatie en adviezen geeft over het gebruik van de mond- en neusbedekking, maar ook over het gebruik van de sanitizers. Laat me beginnen met te zeggen dat we allemaal een mond-neus-maskertje aan hebben. Niet alleen ter bescherming van onszelf, maar ter bescherming van onze geliefden en eigenlijk onze medemens allemaal. Hè. Dat gezegd hebbende, kan ik zeggen dat het waar is. Een mond-neus-masker kan je klachten geven, huidklachten geven. Dat kunnen verschillende klachten zijn. En dit komt ook door verschillende redenen. Een van de redenen is dat een mond-neus-masker tegen je huid aanschuurt. Een andere reden is dat een mond-neusmasker je huid kan afsluiten. Een andere is ook nog dat je dan een ophoping kan krijgen daarvan, stoffen, van bacteriën. En dat kan dus allemaal leiden tot irritaties, oftewel dingetjes die je niet moet hebben op je huid. Het is wel zo dat deze dingen die je krijgt op je huid helemaal niet zo erg zijn als het virus die je kan krijgen door je kapje niet aan te hebben. Dus als we het virus naar binnen krijgen, weet je niet wat de gevolgen ervan kunnen zijn. We weten dat de ergste gevolgen ervan kunnen zijn de dood. Maar bij zo'n huidklacht die je kan krijgen, zoals de irritatie wat u het noemt, wij hebben verschillende namen ervoor hoor. Je hebt de wrijving van de huid, je hebt ook iets wat we nou maskne noemen. Dat is dat mensen pukkels krijgen, zo die jeugdpuisjes wat je kende altijd vroeger, krijgen ze door hun masker aan te hebben langduren. Die zijn allemaal niet dodelijk. Die kunnen we behandelen meestal heel goed en dan komt dat goed. Maar van het virus, ja, dat weet je gewoon niet wat met je gebeurt. Dus het kan wel, het kan. Maar er zijn dus oplossingen ook ervoor als je dat krijgt. Nou, de oplossingen zijn gebaseerd op hoe het is gekomen. Als je kijkt nou naar de afsluiting van de huid, dan kan je zeggen van hoe kunnen we voorkomen dat de huid helemaal afgesloten raakt. Toch? Er is ophoping van stofjes onder je huid. We trekken vaak als vrouwen kunnen bijvoorbeeld make-up op je huid hebben. Mannen doen dat niet, maar bij vrouwen heb je dat vaker. En dan heb je dat make-up je huid kan afsluiten. Dat is bijvoorbeeld één ding dat we kunnen voorkomen. Je hebt nu een maskertje aan, moet ik make-up hebben? Nee, dat hoeft niet. Want make-up sluit je huid al af. En dan krijg je ook nog een masker erbij, dan sluit het je huid dubbel af. Dus wat zeggen wij als dermatologen? Liever voor deze momenten geen make-up opdoen. Is het zo dat je zegt, ik wil toch wat make-up, weet je, met het gewend, je wil toch wat make-up hebben? Dan zou ik zeggen, kies voor een minerale make-up. Minerale make-up zijn make-ups die eigenlijk uit de natuur komen, echt van de aarde. Grondstoffen zoals zink en grondstoffen die puur zijn. En niet al die gemengde chemische producten, die sluiten de huid minder af. Dat is één ding. Dus als je dat doet, voorkom je al op één manier. Tweede ding wat je hebt bijvoorbeeld is, alle vet die ophoopt, kun je dus wegspoelen van je huid. Dus spoel je huid twee keer per dag. Trek je maskertje even uit, je bent op het werk, ga naar het toilet en spoel je huid gewoon even met water. Dan heb je ook al een laag van alle ophoping dat je weg hebt gehaald. Dat is dus één manier. Als we kijken naar de andere oorzaken, zoals wrijving, trek je maskertje goed aan. Kijk dat het goed passend is. Als dat zo is, dan zal je niet zoveel wrijving krijgen. Wat ook belangrijk is, is om een nacht- en een dagcreme te gebruiken. Waarom? Als je zo'n crème gebruikt, heb je dan een extra laagje tussen jouw huid, je masker, en zit er dan een extra laagje, waardoor je niet echt de wrijving gelijk op je huid krijgt. Dit heeft wel echt een maar, want je moet dan een crème gebruiken die niet te vet is. Want als je te vette crème gebruikt, dan krijg je weer die afsluiting waarover we het zo net hadden. Dus heel belangrijk dat je een dagcreme gebruikt, maar iets milds. Het moet niet te vettig zijn, het moet gewoon weggaan op je huid. Maar het zorgt toch nog voor wat bescherming. Dus dat is ook één manier hoe je dat kan voorkomen. Wanneer en hoe moet een mond- en neusbedekking gebruikt worden? We zien dat heel wat mensen hun kap onder de kin plaatsen en weer anderen halen het op een onverantwoorde manier weg van het gelaat. Nou, wanneer moet je dit aantrekken? Je moet hem eigenlijk altijd aantrekken als je met mensen bent, anders dan de mensen met wie je woont. Dus als je met iemand woont in huis, ja, je gaat niet een mond- en neusbedekking met hun aan hebben. Je bent met hun de hele dag. Unless je denkt dat je ziek bent of zo, ja, dan zou ik het wel adviseren. Maar op het moment je dus uit je huis gaat of je ontvangt mensen die niet bij jou thuis horen, dus echt met jou wonen, is het van belang dat je mond-neusbedekking aan hebt. Waarom? Je moet hun beschermen voor een mogelijke virale infectie en je moet jezelf beschermen ervoor. Dus je moet het altijd aan hebben als je andere mensen hebt dan de mensen thuis.
Ook vroegen we aan de dermatoloog welke type mond- en neusbedekking de juiste is om te gebruiken tegen COVID-19 en hoe lang je zo'n kap kan aandoen. Je hebt verschillende typen mond-neusbedekking. Het belangrijkste is één aantrekken, dat is het belangrijkste. Als je kijkt naar de ziekenhuizen, heb je dan de medische mondbedekking. Die hebben wij aan. Die beschermen voor een grote percentage tegen het virus. Maar wij zijn ook in het ziekenhuis niet... We komen binnen de anderhalve meter, wat je wil buiten de anderhalve meter zijn voor een patiënt. En wij komen binnen de anderhalve meter bij een patiënt. Dus we moeten iets hebben dat ons ietsje meer beschermt. Maar ben je gewoon op straat, hou je aan de anderhalf meter. Nou, dus een stoffen mondmasker, een katoenen geliefst. Is allemaal goed. Het belangrijkste is dat je één aan hebt. Ik zou zeggen als dermatoloog, wil je toch liever iets katoen hebben. Dat ademt makkelijker, dat is een beetje prettiger voor de mensen. Ze kunnen het beter verdragen. Maar any masker, gemaakt van any stof, zou je kunnen gebruiken op dit moment. Belangrijk is dat je één op hebt. Dat is het belangrijkste. Want het doel van die maskers is dat je dus de druppels waarin het virus zit, niet kan verspreiden. Dus wat gebeurt er? Wanneer je bijvoorbeeld zo'n niezen of wat in Suriname flitten noemen, dan krijg je niet dat het virus heel ver gaat. Het kan maar echt even buiten je masker gaan, maar het kan niet heel ver gaan. Dus dat is wat je probeert te voorkomen. Als iedereen zo'n maskertje op heeft, nou dan bescherm je jezelf en de mensen om zich beschermen jou ook ervoor. Nou, zo'n mondneusbedekking mag je maximaal 4 uur op hebben. Het is zo dat na 4 uren is er uit onderzoek gebleken dat hij dan minder werkzaam kan zijn. Waarom? Het is vaak ook vochtig dan en dan werkt het minder. Het punt is gewoon, je wil zo min als mogelijk virale deeltjes, druppels, uit je masker laten lekken. Of juist door je masker laten lekken naar jou toe. Dus wij zeggen 4 uren, maar is een maar. Laten we zeggen, u heeft een beroep die heel veel van u eist en u zweet heel veel, het is warm. Kan het dat uw masker na 1 uur of 2 uren al nat is? Dan moet u hem niet aantrekken voor 4 uren. Dus op het moment dat je masker nat is, vochtig is, is het advies wisselen van masker. Dat is het belangrijke. Mondkapjes, je wil niet dat de mondkapje losjes zit. Als een mondkapje losjes zit, heb je punt 1 dat hij makkelijk kan schuren tegen je huid aan. Door het los zitten schuurt hij makkelijk tegen je huid aan. Wat dus kan zorgen voor de irritaties waarover we het hebben gehad. Je wil dat het een beetje passend zit, zodat hij niet schuurt tegen je huid. Dat is heel belangrijk. Verder nog, als een mondkapje heel los is, valt die heel vaak naar beneden. Wat zie ik mensen dan doen? Ze gaan met hun hand tegen hun mondmaskertje aan en trekken hem naar boven. Dat is heel slecht. Want als je dat doet, krijg je op je vingers mogelijk viraal materiaal. En dat ga je dan weer aan. Je raakt dingen aan, je raakt jezelf aan. Dus je kan jezelf besmetten als er viraal materiaal van andere mensen erop is. En je kan ook andere mensen besmetten door jouw virus op andere deeltjes te plaatsen. Dus een slap mondmaskertje is gevaarlijk in dat opzicht. Ook kan je bijvoorbeeld hebben dat als iemand naast je niest, dat zo'n druppel gewoon doorkomt en dat hij in het stukje waar hij los zit, komt hij gewoon naar binnen. Dus je wilt toch een passend mondneuskapje aan hebben, dat is toch belangrijk. De heer Heidanus is ook geconfronteerd geraakt met de patiënten die met een handeczeem langskomen. Dat komt door het vele gebruik van sanitizers en het wassen van de handen. Maar dat neemt niet weg dat je moet stoppen met je handen constant te ontsmetten. Hij heeft voor u de volgende tips. Het is zo dat we nu steeds vaker handeczeem zien. We zien dat dus echt vaker nu. Dat komt hoogwaarschijnlijk door het veel gebruiken van sanitizers en de handen veel wassen. Dat wil niet zeggen dat ik zou zeggen gebruik die niet. Nee, dit kunnen we ook weer oplossen. Het belangrijke is om uw handen schoon te houden. Sanitize gewoon door, was uw handen gewoon door. Maar ik zal u zeggen wat u kunt doen om dan te voorkomen dat u deze klachten krijgt. Het belangrijke is uw handen vettig houden. Doordat we alcohol gebruiken voor onze handen, heel vaak, toch? Want dat gebruiken veel mensen als sanitizer alcohol, drogen we onze huid uit. En wanneer we onze huid zo uitdrogen, kunnen we makkelijk last krijgen van irritaties, eczeem. Dat kunnen we gewoon veel makkelijker dan. Dus we moeten voorkomen dat wij onze handen droog krijgen. Eén ding om mee te beginnen is, als je een zeep gebruikt, gebruik zeep die bijvoorbeeld een beetje vochtinbrengend is. Een beetje vettige zeep, die heb je. Als je een sanitizer gebruikt, koop een hand sanitizer. Die hebben vaak genoeg stofjes bijgevoegd die een vetlaag achterlaten op je handen. Maar sommige mensen gebruiken gewoon palm of andere dingen. Die dingen drogen de handen echt uit. En bij die mensen zien we het vaakst echt eczeem komen. Dus sanitizer kan je gebruiken, moet je gebruiken in deze tijd. Het is belangrijk. Maar als je hem gebruikt, toch, zorg ervoor dat je handen vet houdt. En kijk, overdag kan je bezig zijn en je denkt van ik wil geen vette handen hebben. Nou, geen probleem. 'S Avonds wanneer je gaat slapen, zet dan een goede vet op je handen. Heel goede vet, een dikke lotion.
Eigenlijk is vaseline zelf goed. Iedereen kent vaseline. Gebruik je vaseline voor je handen. En dan slaap je daarmee. Je kan een handschoentje, kan iets aantrekken om mee te slapen. En dan zijn je handen in de ochtend veel minder droog. Dat is belangrijk. Dan voorkom je zo'n eczeem. En zou je zo'n eczeem toch krijgen, wordt het erger. Dan moet je wat medicatie ervoor krijgen. En dan kom je bij ons, bij de dermatoloog of bij je huisarts. En die zal je dan medicatie voorschrijven hiervoor. En nogmaals, je krijgt liever medicatie voor een simpel handeczeem. Dan dat je COVID krijgt en je weet niet of je dat haalt. Parfum is een stofje waarvan mensen heel snel irritatie van kunnen krijgen. We adviseren mensen ook, als je parfum zet, dat is gewoon in het dagelijks leven, ook voor COVID, spuit hem op je kleding. Het is beter om parfum op je kleding te hebben dan op je huid gewoon. We zien dat mensen na jaren van parfumgebruik soms gewoon allergisch worden ertegen. Dus dan kan je die lekkere geur die je normaal zet, kan je gewoon niet meer zetten. Dus het belangrijk is om het liever niet te doen. Zet geen parfumeerde sanitizer. Probeer ook sanitizers te kopen die niet geparfumeerd zijn. Parfum kan alleen maar voor irritatie zorgen in de long run. Dus liever niet. Als we sanitizer zetten, zetten. Groot genoeg hoeveelheid. Doe eerst dit. Tussen je vingers in. Je duim. Dan doe je je nagelriemen zo. Onder je nagels. En dan je hand. Zo, hoe trekken we mond-neusbedekking aan? Ik heb nu mijn handen gesanitized. Ik neem nu de mond-neusmasker. Alle mond-neusmaskers, de medische op zijn minst, hebben dan een harde strip boven. Dus je gebruikt die aan de bovenkant. Je trekt hem een beetje open alvast. Je zet hem over je neus, over je oren. Je zorgt ervoor dat hij goed zit om je neus. En je trekt hem naar hier naar onder. Nu zit hij gewoon vast. Ik kan praten, ik kan alles doen en zit gewoon goed vast. Dit is hoe je een mond-neusmasker aantrekt. Dr. Haydane sluit af met een mooie boodschap en geeft weer aan het nut van het dragen van een mond- en neusbedekking. Samenvattend zou ik willen zeggen, een mond-neuskapje dragen is nu geen optie, maar het is gewoon een verplichting. Als je een kapje aantrekt, ben jij deel van de oplossing. We willen allemaal weer teruggaan naar een normaal leven. Dus wees deel van die oplossing. Door een mondneuskapje aan te trekken, ben je deel van die oplossing. We kunnen klachten krijgen van het aantrekken van een mondneuskapje, maar deze klachten zijn vaak heel mild en zullen niet leiden tot klachten die je kan krijgen als je hem niet aan hebt. Maar nogmaals, bij het niet aanhebben van een kapje kan je zelf doodgaan van het virus. Maar door een kapje zal je geen klachten krijgen waarvan je dood zal gaan. Ik zal u nu wat tips geven die je kunt toepassen om dus minder irritatie te krijgen van de huid. Een van de belangrijke tips is elke 4 uur een schoon mondneusmasker aantrekken. Als hij nat of vochtig is, trekt u ook een nieuwe aan. Denk aan een mondneusmaskertje net als uw ondergoed. U trekt elke dag een nieuwe aan en u doet niet een week lang hetzelfde aan. Want dat zie ik vaak. Ik zie soms iemand binnenkomen, een patiënt binnenkomen met een helemaal bruin mondmaskertje. En die hebben ze al een week aan. Nee, ik denk niet dat u uw ondergoed een week lang aandoet. Ik hoop dat u dat ook niet met uw mondneusmaskertje doet. Doe dat gewoon echt elke dag. En doe het elke 4 uur alsjeblieft. Trek geen make-up op, het liefst. Als u make-up aan wil zetten, als de vrouwen, probeer uw ogen heel mooi te maken, dat mag. U mag make-up zetten voor uw ogen, maar alsjeblieft onder uw mond-neusmaskertje geen make-up. En als dat toch moet, gebruik minerale make-up. Dus zo natuurlijk als mogelijk. Maar mijn advies is liever geen make-up aanzetten. Als u make-up wil, is de vraag ook waarom wilt u make-up? Want als u uw mond-neusmaskertje op heeft de hele dag, zou het niet moeten uitmaken. Zou niemand u moeten zien zonder make-up. Dus is de vraag, heeft u wel uw mondneusmaskertje op als u zo graag make-up wil hebben? Gebruik een dag- en een nachtcreme. Eén die heel mild is, niet te vettig. In de ochtend een milde crème, in de avond een milde crème. Spoelt uw gezicht 2 keer per dag. Dus 2 keer per dag gewoon licht spoelen. Ook als u aan het werk bent, ga even naar het toilet, spoel even uw gezicht. En gebruik in de avond vooral een vette zalf voor uw handen om te voorkomen dat u eczeem krijgt aan uw handen. Dit zijn wat tips. Als jullie toch niet eruit komen en je ziet van ondanks al deze dingen blijven mijn klachten persisteren, u blijft de klachten aanhouden, bespreek het met uw huisarts. Zo niet, kom naar een van de dermatologen. We zijn altijd ready om jullie te helpen en dan kunnen we jullie samen helpen hieruit. Maar alsjeblieft, trek uw mondneusmaskertje aan. Want daardoor beschermt u niet alleen uzelf, uw geliefde, de samenleving. U beschermt echt iedereen. En u bent dan een sociale held. En dat willen we hebben, sociale helden.
Dit was het dan ook weer voor deze aflevering van het COVID-19 journaal. Ik wil u adviseren om op tijd uw boodschappen te halen en niet wachten tot het laatste moment. Want dan krijgen we weer die enorme drukte bij de winkels en dan ook nog een reminder. Er mag maar 1 persoon per gezinslid in de winkel. Dus denk er niet aan om met het hele gezin te gaan shoppen, want dat mag niet. Houdt u zich aan de maatregelen en denkt u vooral aan onze zorgverleners, maar ook aan de politie, want ook hun zetten hun gezondheid in gevaar door op te treden tegen u die zich niet houdt aan de regels. Laten we het samen doen. COVID-19.